uitzending. Ik ben nu, ik ben Josien Boer, ik ben Ik ben de Feynman van Pet's Kitchen. En samen staan we een boek, Good Food, met zijn keukenstudio, met zijn eetstudio en ik met mijn kunstgalerie. Patrick die gaat wat gerechtjes maken uit Good Food. Het ziet er allemaal heel lekker uit, ik kan het niet. Ja. Patrick gaat de gerechtjes klaarmaken en uitserveren op mijn eigen servies. Mijn eigen servieslijn. Die heb ik al eerder laten zien. Hij kan het beter dan ik. Iets zijn werk. En hij kan. Ja. Nou, wat ik vandaag wil laten zien zijn een aantal kleine hapjes die je zou kunnen serveren op welk moment dan ook. We gaan al richting de Pasen dadelijk, dus voor de Pasen zou het heel erg leuk kunnen zijn. We maken ook een paar gerechtjes die nog in het boek stonden van de kit, die eigenlijk heel erg leuk zijn om als borrelhapje te serveren bij een borrel of wanneer je dat maar wilt. Voor dat borrelhapje gaan we maken kleine tomaatjes. Deze tomaatjes die, noemen we kersttomaatjes. Daar hebben we een klein inkeerpje in gemaakt. Eventjes in heet water gedompeld. Dan in koud water gedompeld. Het onderste helft van het velletje eraf gehaald. De bovenste een beetje omhoog gehaald het velletje. Dan leggen we die in een bakje en marineren we die een beetje met olijfolie, peper en zout. Daarbij gaan we een beetje kaas schaven. Heel fijn gemalen kaas. In dit geval heb ik oude Nederlandse geitenkaas gebruikt. Die is lekker hard en die schaaf ik heel erg mooi. Kaasmengsel doen we in een bakje. In dit geval uit de servieslijn van Josien. Bordje. We nemen de tomaatjes. We zetten die tomaatjes gewoon in het bakje erbij. Steeltje naar boven. En de mensen kunnen aan tafel gewoon hun tomaatjes oppakken. De kaas die blijft vanzelf hangen en je eet het op. Een heel mooi, puur, lekker, gezond en makkelijk hapje. Dat was ons eerste gerecht. Hier gaan we straks het kapje van het ei mee verwijderen. We maken er een roereitje van met wat gehakte gerookte zalm en wat gehakte bieslook. Uiteindelijk garneren we het met een beetje zalmeitjes. En ik heb hier nog een heel mooi iets. Het zijn zoute stengels uit de zee. Voor het getikte eitje pakken we gewoon een eitje. We zetten de eiertikker erop. We laten de kogel vallen. Twee keer. Dan laat het randje los en dan kun je met een mesje het kapje makkelijk verwijderen. Het kapje houden we apart. Het eitje gaat in het bakje. Een klein beetje peper en zout bij het eitje. Een klein beetje room. En we nemen wat olijfolie. Een klein beetje de pan. Als de pan voorverwarmd is, nemen we het eiermengsel. Goed in de pan. En gaan we roerende het eitje smeuïg maken. Ondertussen doen we er een beetje bieslook bij. Een beetje gerookte zalm. We zorgen dat het eitje smeuïg blijft en niet 100% gestold is als een omelet. Het moet een beetje parfum, smeuïg en luchtig blijven.
Nooit te hoog vuur gebruiken, altijd matig vuur. Dan krijg je het mooiste eitje. En je roereitje is in principe klaar. Dat leuk te serveren. Dan nemen we een mooi eierdopje van Josie. We zetten het eitje erin. We kneden het af met een klein beetje zalmeitjes. Kun je gewoon met de visboer krijgen. Het volgende gerechtje is een soepje van curry en gambas met een gebakken gamba, een klein tuurtje van gebakken appelbolletjes, een beetje koriander en taugeen. Voor deze soep heb ik scampi's gepeld, de koppen en de schalen bewaard. Die heb ik lekker aangezweet met een uitje en een beetje olie en een beetje knoflook. Daar een lepeltje curry overheen gedaan, afgeblust met bouillon, een beetje appelsap en slagroom. En daarna even lekker door laten trekken, een half uurtje. Maar uiteindelijk is het dit soepje geworden. Wat gewoon heel kruidig, heel lekker, heel fijn en toch zacht van smaak is. Ik gebruik weer een appelsap als zoetje. Wat eigenlijk ook een beetje hetzelfde is als de functie van gember in de currysoep. Maar nou een keertje helemaal anders. Om die producten terug te laten komen in het gerecht. Daar gaan we een beetje knoflook aanbakken met een klein beetje olie. Zorg dat de olie niet te heet is, zodat de knoflook gaat verbranden. Per persoon gebruiken we twee scampi's. Laten we even bakken in de pan. Klein beetje peper, een beetje zout.